Crisis in de gemeenteraad van Overbetuwe. Gisteravond vertrok wethouder en lijsttrekker van GBO Dimitri Horshuis-Stangelder, waarmee de coalitie uit elkaar is gevallen. Hoe nu verder? Jammer, en het doet ook heel veel pijn, en ik spreek ook namens de anderen absoluut, dat dit zover heeft kunnen komen. En verder in het nieuws vandaag, rechtbank doet uitspraak in de zaak rondom Bert's animalverhuur in Appeltern en vrachtwagen rijdt dwars door de vangrail bij Andost. Door het uit elkaar vallen van de grootste coalitiepartij Gemeentebelangen Overbetuwe is woensdagavond een eind gekomen aan de coalitie van GBO, GroenLinks en CDA. Gisteravond maakte lijsttrekker en wethouder Dimitri Horshuis-Stangelder bekend per directe op willen opstappen. De problemen begonnen toen GBO-raadslid Ans Huisman uit de fractie stapte. In Overbetuwe staat onze verslaggever Imke Elshoff. Imke, wat is daarna allemaal precies gebeurd? Ja, inderdaad. Vorige week is Ans Huisman dus opgestapt als fractievoorzitter. En gisteren is dus bekendgemaakt dat wethouder en GBO-lijsttrekker Dimitri Horshuis-Stangelder direct opstapt als wethouder. Kort daarna volgden ook nog GBO-raadsleden Paul de Vries en Janessa Wartes de Boef. Dus er speelt hier nogal wat. Daarmee heeft de coalitie dus wel de meerderheid verloren. Wat betekent dat nu voor de gemeente? Ja, dat klopt. De coalitie is daarmee uiteengevallen. En daarover zegt raadslid van de GBO, Elvira Patelia-Spieks, het volgende. Er zijn heel veel discussies geweest binnen de partij. Er zijn spanningen ontstaan. Vervolgens is daar door de fractievoorzitter weinig aan gedaan om er geprobeerd daar een eenheid van te krijgen. En dan zitten we helaas in de situatie waar we nu zitten, dat het geëscaleerd is en dat er helaas een breuk is ontstaan die niet meer te herstellen valt. En deze breuk kwam niet helemaal onverwachts, want het CDA en GroenLinks hadden al laten weten in een persbericht zorgen te hebben over de aanhoudende onrust binnen coalitiepartner GBO. Er was al een tijdje lang wat onrust binnen de fractie van GBO ontstaan. En toen hebben we gezegd, zolang dit een interne aangelegenheid is, dat niet zeg maar, de stabiliteit of het functioneren van de coalitie in gevaar brengt, ja, dan hebben wij, in het geval van CDA, hebben wij niet zoveel van te vinden. Maar we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat die interne onrust wel degelijk effect op de stabiliteit en het functioneren van de coalitie had. En daarom hebben we dat ook uitgesproken. Het GBO had gehoopt dat er op een andere manier was omgegaan met elkaar binnen de partij. De fractievoorzitter die wij hadden, die heeft ertoe bijgedragen dat er een tweedeling is ontstaan. Zij heeft geen pogingen ondernomen om een eenheid te maken van onze fractie. Zij heeft door haar manier van handelen, haar manier van handelen heeft er zo voor gezorgd dat deze situatie kon ontstaan. Aan de burgemeester is gevraagd wat hiervan de gevolgen zijn voor het college. En hierop kwam de volgende reactie. Na het vertrek van wethouder Horshuis-Stangelder gaat ons college bestaan uit 4 wethouders in plaats van 5. Donderdagochtend is er een extra collegevergadering gehouden. De portefeuilles zijn herverdeeld om het dagelijks werk binnen het gemeentebestuur voor te zetten. Verdere ontwikkelingen rondom de coalitie zijn aan de gemeenteraad en de politiek. Dimitri Horshuis-Stangelder wil op dit moment nog niet inhoudelijk reageren op wat er is gebeurd. En of hij nog betrokken blijft bij de partij, dat is nog onbekend. Vanuit Overbetuwe gaan we door naar de gemeentelijke politiek van Moke Middelaar. Vanavond vindt er namelijk de afscheidsvergadering plaats van burgemeester Willem Gradissen. In september viert Gradissen zijn 70ste verjaardag. Dat betekent dat hij moet aftreden als burgemeester. Samen met de burgemeester blikken wij terug op de afgelopen 12 jaar burgemeesterschap. Willem Gradissen was 12 jaar burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. Een gemeente die hij door en door heeft leren kennen. Het afscheid kwam niet onverwacht en het afgelopen jaar heeft Gradissen al langzaam dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Ja, kijk, je ziet wel van tevoren aankomen. Hè? Dat je, als bij leven en welzijn, als je 70 jaar mag worden, dan weet je dat het daarvoor is afgelopen. Dat daarmee geen burgemeester meer kan zijn.
Ik moet zeggen, ik begrijp dat ook wel. Hè. Er zijn mensen die nog wel eens tegen me zeggen, dat is toch leeftijdsdiscriminatie. Maar ik snap ook best dat er een tijd van komen is en een tijd van gaan. En dat zal best moeilijk zijn op het moment dat, zo werkt dat. Begin dit jaar verhuisde Gradissen terug naar zijn geboorteplaats Tiel met toestemming van de raad. Daar is hij al actief in de lokale gemeenschap. Zo is hij voorzitter geworden van het Fruitcorso. Dat is een heel groot evenement. Je hebt 13 corso-verenigingen die daar wagens bouwen. 3 in Tiel zelf, maar ook 10 in al die dorpen eromheen. Dus duizenden vrijwilligers. En dat is een evenement met een rijke cultuur vanaf 1961. Dus daar ben ik al druk mee bezig. Als Gradissen terugblikt op de afgelopen 12 jaar, dan zijn het de kleine dingen die zijn burgemeesterschap groots hebben gemaakt. Ja, er zijn er zoveel. Ik vind de hoogtepunten toch eigenlijk... Daar vind ik niet zozeer dan dat de koning op bezoek komt bij 100 jaar Vierdaagse. Ik vind eigenlijk de hoogtepunten, de dingen die ik met die vereniging en mensen heb mogen beleven. En er zijn er zoveel geweest. Of dat nou tijdens de carnaval is, met de meest gekke dingen. Of met Molo's Makkie de prijsuitreiking aan kinderen zou ik misschien wel willen noemen. Dat ik dat het leukste vind. Vrijdagavond neemt de burgemeester feestelijk afscheid van de gemeente en haar inwoners met een avond vol muziek. Een van zijn grootste hobby's. Ik vind het heel mooi dat je op die wijze afscheid mag nemen. En een afscheid moet ook goed zijn. Dat is ook mooi. Hè? Dan kijk ik ook altijd met genoegen op terug. Als je een vervelend afscheid hebt, mensen die daar in hun werk mee hebben te maken, welke functie dan ook, blijft er toch altijd iets hangen. Dus als je een mooi afscheid kan nemen, dat is toch heel mooi. Dat is fijn. En ook om dankbaar voor te zijn. Het volledige interview met burgemeester Gradissen is morgen te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Bert Roelofs, eigenaar van het omstreden dierenverhuurbedrijf Bert's Animal Verhuur in Appeltern, mag 5 jaar lang geen dieren houden. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag besloten. Doet hij dit wel, dan moet Roelofs 1,5 jaar de cel in. De rechtbank rekent Roelofs het grootschalige dierenleed dat hij veroorzaakt zwaar aan. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en moet hij de komende 5 jaar meewerken aan alle controles van de NVWA. Zijn 5 huisdieren mag hij wel houden. Een vrachtwagenchauffeur is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Ter hoogte van Andos kwam de chauffeur in de middenberm hard tegen de vangrail aan. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding. De chauffeur liep onbekend letsel op en is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De A15 werd tussen Elst en Andos bij de afrit afgesloten na het ongeluk. De rechterrijstrook was geruime tijd dicht. De rechtbank in Arnhem heeft een 29-jarige man uit Helmond vrijgesproken van verkrachting van een vrouw in Nijmegen. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor dwang. De twee hadden elkaar leren kennen via Snapchat en ontmoetten elkaar op 4 maart vorig jaar in een uitgaansgelegenheid in Nijmegen. Die nacht hadden ze seks in het huis van de vrouw. De man zegt dat dit vrijwillig en met wederzijdse instemming gebeurde. De vrouw vertelde de politie echter dat het met dwang was. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor dwang. De vrouw heeft tegenstrijdige verklaringen gegeven en er is onvoldoende ondersteunend bewijs voor haar verhaal. De renovatie en verduurzaming van cultureel centrum Mozaïek zal duurder uitvallen dan verwacht. Er zijn slechts 2 offertes ontvangen, beide aanzienlijk hoger dan begroot. Dit is te wijten aan de forse stijging van materiaal- en personeelskosten. Ondanks aanzienlijke bezuinigingen blijft er een tekort van 1 miljoen euro. Wethouder Twan van Bronckhorst is geschrokken van de hoge kosten. Hij zegt de raad te vragen om extra financiering. Vandaag protesteerden studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit voor het gebouw van het College van Bestuur. En dit keer met een andere lading. Na de inzet van de ME afgelopen maandagavond bij de bezetting van de 2e etage van het Erasmusgebouw heerst er ongeloof op de campus. Toen de demonstranten maandagavond weigerden het Erasmusgebouw te verlaten, kwam de ME ter plaatse om ze die nacht uit het pand te halen. Studenten en medewerkers van de universiteit zijn niet blij met de handelswijze van het College van Bestuur en de ME en kwamen daarom vandaag in protest. Ja, kijk, ik kijk er best wel moedeloos naar terug, ook omdat het CVB elke keer zegt, ja, we willen gesprekken aan. En dan bellen ze de ME om 16 studenten op te laten pakken uit het gebouw, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar uit het gebouw te laten trekken. En het ging, ja, het CVB heeft gewoon de ME op ons gebeld en ik vind dat dat heel erg voor zichzelf spreekt eigenlijk. Dat vind ik wel echt heel jammer wat daar gebeurd is. We hebben hier heel lang studentenprotesten gehad, ook vaak met bezettingen. Die zijn nooit door politiegeweld beëindigd.
Echt idioot dat dat nu wel gebeurd is. Zwaar op tegen. Nou, dat doet me heel veel pijn dat er met de ME is ingegrepen. En bovendien dat wij daar als docenten, we hebben gevraagd om daar als waarnemer bij te zijn, dat dat niet toegestaan werd. Toen de mobiele eenheid aanwezig was, hebben ze de studenten gevorderd om het pand te verlaten. De studenten die na deze vordering in het pand bleven, werden weggesleept. Wat je vooral ziet is dat twee agenten aan mensen hun armen hebben getrokken van de trap af. Hoofd eerst van de trap af. En dat kan niet. Dat kan niet. En het CVB heeft het toegestaan dat zij het pand betreden. En de ME heeft ervoor gekozen om dat soort tactieken toe te passen. En dat kan gewoon niet. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je gearresteerd bent of niet. Dat mag niet. Als wetenschapper als onderzoeker raakt het me omdat het niet klopt. Omdat ik vind geen consistente antwoorden. En daar raak ik van. Dat vind ik irritant als onderzoeker. En als docent raakt het me dat ik als docent van een universiteit een zorgverantwoordelijkheid voel voor die studenten. Die blijkbaar niet gedragen wordt door mijn werkgever. Maar klaar ermee, dat zijn de studenten en medewerkers nog lang niet. Wij gaan niet weg totdat de eisen zijn ingewilligd. En de eisen moeten ingewilligd worden. Want als ik van mezelf mag spreken, ik kan niet slapen terwijl ik weet dat de kinderen in tenten in een veilig gebied in de fik worden gestoken. Als grote groep medewerkers ondersteunen wij dit protest en de redenen daarvoor. Het is vandaag een bijzondere dag voor vishandel De Graaf. Deze donderdag staat de kraam precies 60 jaar op de Wiegense Weekmarkt en dat moet gevierd worden. Bertha De Graaf staat al sinds 1991 achter de viskraam en doet dat nog altijd met veel plezier. In 1964 begon vishandel De Graaf op de Wiegense Weekmarkt. Inmiddels kunnen de Wiegenaren dus al 60 jaar genieten van verse vis van De Graaf. De opa van Bertha De Graaf begon ermee en daarna werd het een echte familietraditie. Maar mijn opa is hier begonnen. In 1964, in januari, hebben ze een vergunning gekregen. En toen is het spulletje gaan draaien hier. Dus, en hij was eerst met een zoon van hem, zeg maar. En die is getrouwd en die ging in Blokzijl wonen. Toen heeft mijn moeder gezegd, nou, ik wil wel, maar dan moeten we wel even... Toen heeft mijn oma gezorgd voor de kinderen. En zodoende is mijn moeder met mijn opa hier begonnen. En later mijn vader er weer bij, ik er weer bij, mijn zussen. Ja, en zo draait het spulletje nog steeds door. Bij de vishandel zijn ze al 60 jaar zeer te spreken over de Wiegense Weekmarkt. Altijd supergezellig ook altijd. We hebben goede contacten met de klanten. Wat dat betreft eigenlijk nooit lastig. Maar heel leuk, geduldig. We kunnen een keer een gekheidje maken als het moet. Dus heel fijne contacten altijd. Ook al jarenlang met mensen. De Graaf heeft vertrouwen in de toekomst van de markt in het algemeen. En volgens haar is het zelfs beter dan de supermarkt. Nou, ik denk niet dat het echt minder wordt. Als je met goede producten op de markt staat en goede verse producten. Mensen zijn altijd, zeggen altijd even gezellig naar de markt. We proberen het gezellig te houden sowieso. En vers producten, dat trekt altijd. Dat blijft goed. Je kan het hier zien, de bloemen, de markt, de bakker, de groente, fruit, noem het maar op. Ja, dat trekt altijd, vind ik tenminste. Ik ga ook zelf graag altijd naar een vers product, niet naar de supermarkt, maar liever gewoon naar een vers polier, of naar de polier, naar de kaas, noem het maar op. Het was vandaag even een komen en gaan van buien, ook enkele pittige exemplaren. Dat beeld houden we morgen nog even aan. Er zijn droge en zonnige perioden, maar zo nu en dan valt er even een bui. Daarbij wordt het zo'n 20 graden. Ook zaterdag is hier en daar een bui niet uitgesloten. Zondag belooft het meer droog te worden en laat ook de zon zich vaker zien. Blijft om en nabij de 20 graden. Tot zover het RN7 regio-nieuws van donderdag 30 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we weer, dus graag tot dan.